Meneer Walraaf, het heeft vannacht hard gevroren. Um, ja, dat betekent toch een flinke strop voor, voor fruittelers? Hè? Ja, met name voor fruittelers in Limburg en dan met name in Zuid-Limburg. In Noord- en Middel-Limburg, het heeft overal in Limburg hard gevroren, maar in Noord- en Middel-Limburg hebben veel fruittelers beregening. Dus kunnen ze met water over de bomen de bloesem beschermen tegen de vorst. Maar in Zuid-Limburg hebben de meeste telers geen beschikking tot water. En daar kunnen ze, hebben ze wel wat kunnen doen met vuurpotten. Maar daar heeft het te hard voor gevro gevroren om de schade te beperken. En dat zien we nu ook eh, dat de schade waarschijnlijk in Zuid-Limburg eh, behoorlijk groot is. In Zuid-Limburg zit het water op grote diepte. En we zitten in, in Zuid-Limburg deels in grondwaterwindgebieden. Dus het is niet makkelijk om water eh, naar boven te krijgen. En je moet dan ook nog bassins aanleggen, want je hebt heel wat water nodig om een nacht te kunnen beregenen. Want je moet je voorstellen dat er toch wel een, een 250 kub per uur. Op 1 hectare gaat. Ik heb nu een appel vast en ik ga even kijken of, de, of die nog groen van binnen is. Dus ik maak hem open. En wat je ziet is een, een bruine pit van binnen. Dat betekent dat deze appel bevroren is. Deze zal nooit geen appel meer worden. De strop, zoals het er nu uitziet, voor de telers, met name in Zuid-Limburg. Uh, de eerste berichten, en dan praat ik met name over appel, uh, maar waarschijnlijk ook het steenvrucht, dus kersen en pruim, uh, toch tussen de 80 en 90 procent. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon een totaal mislukte oogst. Ja, dat is, uh, als dat echt uh, bewaarheid wordt, uh, wat nu ingeschat wordt, dan is dat gewoon uh, desastreus uh, voor het seizoen, voor de veel telers. Uh, het is nog een beetje vroeg in het seizoen, we moeten nog even meer duidelijkheid krijgen over hoe groot de schade is, ook in andere gebieden van Nederland en andere gebieden van Europa. Maar er komt minder fruit, dat kunnen we nu al wel zeggen. Maar of dat ook zoveel minder wordt dat ook de prijzen daardoor voor de consumenten omhoog gaan, dat moeten we afwachten. Dat kunnen we pas van de zomer zeggen.